I need those goosebumps every time. Oké, okay, wacht even kijken. Even naar YouTube. Even naar mijn kanaal. Top. Zo. So, deze. Klaar. Oké. Hier, oké. Okay. Ja, ik ben live. Even kijken. Als er kijkers komen, moet ik even iets vragen aan jullie. Zou ik GTA Roleplay online of solo? Oh, mijn rug is pijn. Oh ja, ik ben geband voor Oud-Zuid. Ik heb iemand aangereden. Zo'n politieagent. Nu ben ik geband. Oké, okay, even kijken. Servers. Roleplay dit. Oké. Okay. Mijn verplicht grensvisum. Echt community fans. Custom community. Ik zeg je eerlijk, wacht even, ik moet even dingen gaan doen. Fuck. Oké. Heerlijk, deze is wel leuk. Oh, ik haat dit. Deze. En hoe gaat het met jullie? Dit is wel een leuk server. Zeg je heel eerlijk.
Hoort je op de... Oh, moet ik kiezen. Waarom ben ik in het water? Curate de spawner. Boot. Oh. Oh. Oh, geef iets snels. Deze is snel. Hoi, hoi, hoi. Kapot grote boot. Deze. Oh. Deze is wel leuk. Waarom spoel je mod? Hoe bedoel je spoel mod? Ik ben geband op Outside, man. Voor 6 dagen. Ik moet even een eigen auto kopen, man. Daarom ga ik even snel van deze voertuigen. Om even snel de ding auto te kopen. Maar kijk, wat wil je anders? Ga je naar surfwerk? Als jij vertelt welke? Disconnect. Of politie. Ik kan deze muziek niet uit, man. Oh ja, maar. Ik weet niet, is deze wel goeie? Join the Android Discord. Oh god, ik moet die Discord joinen. Yo, Arjan, man. Even die Discord snel joinen. Train server. Geen robot. Oh. Join now. Search for servers. Oké, ga proberen als je zoiets uit moet doen bij politie. Politie is werkelijk kapot. Ik ga even kijken, oké. Eerst moet ik die server joinen. Hoe dit? Custom respawn systeem, telefoon als items vernieuwd voor 500. Oké, die ambulance ziet er dik uit, ik zeg eerlijk. Niet bedacht.
ziet de politie en je gaat expres hard langs hem rennen. Mag dit? Nee, dat wordt gezien. De coupé ding. Ja, maar ik mag zo. Deze waarschijnlijk toch, ja. Stel je beland in veel RP's. Wat doe je dan? Ik schuil op verrot met die. Deze? Doe je maken. Kijk, cushion. Dat is het probleem. Die mic doet heel erg raar PC. Waar staat dit? Hey. Het is zo raar aan deze ding. Ik kan wanneer heel raar niet mic harder doen. Hallo. Hoe lang moet je wachten op een deel te nemen aan zat hopelijk scenario dat je met gegeven weet ik die. Deze denk ik. Nu is goed? Ah, het stap, zo is goed. Je zegt ik dat je moet gaan en jezelf. Ja, ik weet eigenlijk ook wat kiezen, man. Deze. Wat betekent dit? Kosh, help me, wat betekent dit, man? VDM. Oh mijn god. Ik heb geen idee wat het betekent. Vehicle, virtual, vinden? Deze denk ik. Vehicle uit. Je wordt getased door een politieagent. Mag je dan nog zelf verzetten? Nee. Wat is dit? Stel je op een beroep gaan tegen je pen. Wat doe je dan? Gek. Even kijken in Discord.
hoe bedoel je? Zeg niet. Oh, event, laat maar. Oh. Ja, maar ik moet een of andere, ik moet wel goede vragen hebben, anders mag ik niet in. Mag terecht verkeerd. Wat betekent metagaming cushion? Waarschijnlijk of zo, weet ik veel. Oeps. Oh, ik ga een andere surf doen, man. Ik heb geen zin om heel die handboek te gaan dinges. Deze? Is dit? Ik kan niet. Ik ga potjes goed, Arjan. Deze wel.
Caution, ik kan ook roleplayen in solo, hè? Is dat misschien beter? Wacht even kijken. Gaat hier eens helemaal connect. Yo, Yuri, man. Alles goed? Yo man. Yo. Yo. Even, wat heb je gedaan voor Ben? Hoe lang? 4-6 dagen of zo. Wat heb je gedaan? Oh, het was een bankoverval. Ik heb politie aangereden. Wauw, hey, ik ga assist voor je aanmaken, ja? Wat is dat? Dan kan je slash assist doen. En dan kom de staf naar je toe. Maar wat de fuck is dat voor bullshit? Nee. Kijk dit, eerst gingen ze mij bannen, mogoltjes. Kijk dit. Hé, niet schelden, ik liep in live. Oh. Kijk wat eerst dat we gaan bij mij. Oh, dit ding. Er was net hacker in de server. Oh, dit glitcht. Laatst geband voor een week. Oh ja. Ja, gebeurt in het echt kan je toch ook politie aanrijden? Dat heb ik laatst ook gedaan. Dan ging ze helemaal lopen zeuren, maar in het echt kan je dat toch ook doen. Dus ik weet niet wat hun probleem is. Ja, maar het mag toch niet? Ja. Het ligt aan hoe. Ging je vlucht voor politie? Hey, doe je maar eens zachter. Oké, is goed. Koers je dit ding glitch? Oh, eindelijk. Oh, laat hij of niet? Ik zit in een Amerikaanse roleplay of zo. Oh, is het beter? Ja, is beter. Wat is dit voor een raar server? Kijk, er is raar. Caution. Rare hackers. Ik zeg je eerlijk. Oh. Hey, die no play, hoe heet het? Die no en roleplay? Ja. Oh, je moet je eerst een hele vraag. Je moet eerst een hele handboek gaan doen ofzo, of wat zou ik zeggen. Ik heb hem al 2 keer gezakt. Ik ging gewoon elke keer die antwoorden opzoeken, gewoon met zoeken F. En dan ging ik gewoon die woord opzoeken en dan die antwoord invullen. Och, waarom doet hij het niet? Het is het raar. Venster sluit. Van dit ding. Oh ja, Alt F4. Doet die niet? Moet je F8 quit doen? Wat dan? Als je eruit wilt. F8 en dan quit. Of disconnect. Quit. Oh ja, dankjewel. Wacht, kom in de server samen eentje. Alleen geen outside. Ik ga eens even kijken, want deze agenten moet ik nog vermoorden. Oh. Moet even een goede server komen. Ik weet. Vriend is wel leuk, alleen. Ach, je kan amper. Dat is een beetje niet realistisch. Of Roerveen. Oké. Ken je die? Wat is dat? Dat is een realistic roleplay zo. Heet dat? Er zitten maar 20 mensen in. 34. Maar ik wil eentje waar je een goede startkapitaal hebt. Hè? Huh? Ik wil eentje waar je een goede startkapitaal hebt. Ja. Maar ik ga vast eens dan maar. Moet ik wel. Je was geband omdat je een agent overreed. Ja, 2 keer. Oké, ik ga vast eens dan maar. Kijk of je in mid kan worden. We kunnen, hoe heet het doen, 7 beek. Oh, dat is ook een goeie. Ik ga eerst even kijken of je geïnmet kan worden. Assist, is
Unbanned. XL roleplay. Maar ging ik vluchten voor de politie toen je dat deed? Wat zat er RP achter? Nee, ik zag in de chat dat iemand dat er een bankoverval was. Ik ging erheen, ik kreeg een politieagent aan. Maar was het per ongeluk gegaan? Nee. Oh. Ik zou roleplay. Ik heb pas dit dag gemaakt. Joh, ik speel roleplay, man. Ik zie niet dat je live bent. Ik heet Tijgerpoel. Oh, Tijgerpoel? Ja. Huh? Ben ik geband of zo? Niet dat ik weet. Hoerenzoon, ik ben geband. Voor wat? Omdat ik ging vragen. Niet uitloggen wanneer dit 10 keer is gezegd. Huh? Checking permissions. Oh, wat is dit? Ik ben een uur geband. Wat? Elboy, kom, we gaan gewoon even eentje zoeken. Servers. Ik ben al 5 keer geband in een maand. Maasland RP of zo? Ik wacht even kijken. Stel een karakter aan te passen als je voor. Stel je voor. Oh ja, gast Maasland RP joinen. Oh ja, dat is wel goed. Maas. Of Westduin, ken je Westduin? Ik ben nu al met die ene Maasland gedaan. Maasland. Oké. Ze moeten eigenlijk gewoon één grote RP maken. Yo, ik zie je. Yo, Wesley. Ze moeten eigenlijk één grote RP maken, alleen dan gewoon Nederlandse stad. Ja. De muziek is geen copyright nu aan. Maar ik dacht voor jou, snap je, kost je voor lang dan. Oh, kun je mic wat harder zetten, want dan kon je niet heel hard. Dat is het probleem. Mijn mic zit super raar op PC of zo. Hij doet heel zacht op PC. Hij kan er ook gewoon bij instappen. Wow. Wacht, kom zelf de skin maken, ja? Is goed. Oké, doe. Voornaam. Camille Markovic. Je hoeft niet echt de achternaam, hè? Ik weet het. Oh ja. Ik heb ook verkeerd gedaan. Acht man, registreer. Oh, hoofdletters. Waarom laat het me? Ik wil iemand inladen. Oh. Ik ben. Huh? Ook was hier al een keer op deze server. Oh nee, ik heb mijn hele skin is verneukt. Hoe moet je skin ook weer veranderen? Aan? Weet je, wacht, 6 register of zo? Oh, 6 register. Je hebt al een personage geregistreerd. Dat is geen geld, kom maar. Oh. Hallo. Meneer. Oh, wauw. Waar ben je? Meneer. Ja, ik weet niet, ik ben vlak bij het uitzendbureau. Hallo? Ik zie jou. Hoe heet dat? Yo. Hallo. Yo. Niet lekker weg te... Nu lijkt ik even van die RDM'ertjes. Oh, maar kon je nu dubbel zo hinderlijk? Oké, okay, we moeten eerst een werk zoeken, toch? Shoot, even kijken. Wat gaan we worden? Mijnwerk, kleermaak, werkloos, houthakker, benzineverwerker. Benzine ding. Verwerker? Lijkt me ook wel. In Westheim is ook goed, hè? Welke? Doe die benzine. Ik heb wel benzine, ja, is goed. Ik heb hem. Ik ga waarschijnlijk weer gekikt worden omdat ik mijn armen moet fixen. Ja, maar niemand zegt hoe het moet. Ja, register werkt niet. Nee, echt moeilijk. Ja, toch, kusje. Waar moeten we heen? Waar is onze baan? Kijken. Oh, die maal. Wojo. Wojo, die ziet er ziek uit. Oh, green zone, wat? Kijken, gas station toch? Of deliver gas?
Oh, deliver guy. Je hebt verschillende dingen. Wat staat er bij die P? Wat is die P? Welke P? Oh, Domino's Pizza. Oh, kijk. Oh hier. Deliver gas, drill. Ja, heb ik ook. Voor olie, mixed. Maar hoe moet het daarheen gaan? Met een auto. We moeten even auto's in de nakken. Nakken nog zelfs. Oh ja. Is er geen taxi of zo? Oh, meneer! Meneer. Hey. Meneer, hoe fix je onze armen? Hey, ik ben in de kip. Nee, hij rent weg. Ga pizza bezorgen. Maar kort, pizza bezorgen is best wel saai. Ja, dat is saai. Dit is een... Moet je echt heel ver rijden of zo voor een bestelling. Hey, ik heb in Westduin, dan kan je dat ook doen hè, volgens mij. Maar daar heb ik al aan de auto. Hey! Hoe fix je onze armen? Heb jij een lift nodig? Ja, we hebben lift nodig, maar hoe fix ik onze armen? Oh, je zoekt jullie armen? Ja, want ik wil even... Het is een slot, we moeten naar Killingen, toch? Ja. Hoe is ze... Vies. Maar die auto is wel dik. Kom, kijken, wat we kunnen... Ik zie hoeveel geld... Waar kan je zien hoeveel geld je hebt? F1 bij je telefoon. En doe die auto open. Zijn jullie niet goed of zo? Wel. Een beetje midden op de wegen rennen. Ik had je bijna aangereden, hè, vriend? Ja, daar staat een rem voor, hè? Ja, nee, maar jij was niet op... Nee, ben je niet helemaal goed of zo? Zeepapad, iemand. Hoe lang ben je al in de stad hier? 3 jaar. 2 minuten. Dat kan geen eens, want deze stad bestaat nog geen eens 3 jaar. Bestaat wel. 2 minuten. Nou, heel erg gefeliciteerd, meneer. Wij gaan daar vandoor. We hebben wat anders te doen. Ik kan jou een beetje helpen. Tada. Fijne dag. Als je mijn auto gaat trappen, helemaal. Oh, ja, wil je echt pech hebben? Hoi, opeens plant hier ambu. Hey, jij bent toch van Voorkant? Jij bent toch van Voorkant? Ja, dit is de ene van Voorkant. Kom. Waar? Hey, hoe fuck is mijn armen? Dit is die meisje van Voorkant die werd uitgeschonden. Fix je armen? Oké, wacht even. Kom even. Ja, je doet Chardel en dan ga je gewoon even je arm fixen. Kijk. Hey, dit is de ene van Voorkant YouTube die in die dan video. Dan mag die vriend van je mag dat ook gelijk even ja. doen. Ja. Is goed. Jij hebt toch Emma of zo? Wat moet je doen? Nee, ik heet geen Emma, ik heet ook geen Eva. Oh. Wat moet je nou inklikken? Hoe moet je veranderen? Oké. Als je die comment doet in de chat. Draai ze even om. Chardel. Als je dat doet, dan moet je heel eventjes je gegevens invullen en dan kan je daarna je karakter weer aanpassen. Hey, dankjewel hè. Dankjewel hè. Maar wacht, was dat die ene streamer die hier maanden geleden is geweest? Ja! Nee, dat ben ik! Ik ben Westgaming 123. Oké dan. Ja. Maar ik ben er geen voorkant. Nee, gelukkig niet. Ik zit nog altijd te schreeuwen en te blaren. Maar wacht, ik wil dat hij geunband wordt. Ik heb hem straf gegeven. Dat is niet normaal, dat ga ik hem niet meer doneren. No. Gaat niet gebeuren en anders moet hij Discord moet hij een bandverzoek gaan doen. Maar hij zei tegen mij dat hij dat niet kon. Dat geen Discord ofzo, dus ik moet dan moet je Discord aanmaken. Wacht, wat vind ik... Oh, ja, dat hij is geband ofzo. Hij is geband van de Discord, doet hij goed. Kom in die richting dat hij het geunmet, want dan gaat hij echt super blij mee. En dan krijg je natuurlijk heel veel donaties. Ja, het is goed met hem. Hij kan Discord aanmaken. Ja, en dan hoor ik weer, als hij weer deze server is en mensen zien jou, dan gaan ze allemaal doneren. En dan gaat hij super rijk worden. Yo, moet ik nog helpen? Maar ik ga van nieuwe dingen. Je mag inderdaad eventjes je armen gaan aanpassen. En je karakter even wat beter maken. Was hier aan de hand? Als ik vraag mag. Nou, ze stonden volgens mij tegen jullie auto aan te trappen net. Dus ik had zoiets van, nou, ik kom even... Ik kan niet... Maar, hoe lang zitten jullie al in deze stad dan? Want ze zien er wel heel nieuw uit. Maar, wat was er? Ik kan geen nieuwe personage maken ofzo. Dus je hebt al een... Je doet slash Chardel, dit. Ik heb dan net in de chat getypt. Koekeloeren. Dit moet je doen. Er staat... Je hebt al. Ja, nee, dan moet je dat typen. Heb ik nog gedaan. Drone slash register. Dan
moet je dat zeggen, dan kunnen we dat op de andere manier doen. Typ dit in de chat. In de chat. Ja. Oh, wat doet hij dan? Oh, sorry, ging per ongeluk. Hé, hey, vriendelijke vriend, wil jij alsjeblieft even niet trappen? Ging per ongeluk. Ja, oké, okay, dan is het goed. Niet meer doen, hè? Potverdorie, anders moet ik billenkoek geven, hè? Doe je best. Anders moet ik billenkoek geven, dus, dat vind je niet fijn. Nee, Wesley. Ja. Deze man. What the fuck is dit dan weer? Dat is letterlijk zijn karakter, alleen dan in de female versie. Oh. Maar het is het een jongen of een meisje? Jongen. Ik ben transgender. Yo, wil jij Dora haren aandoen? Vind ik heel mooi, dan mag je mijn vriendin zijn. Nee, grapje. Zit je maar een beetje te pesten. Wil je mijn vriendin zijn? Nee. Oh, I'm from Afrika. Ik ben een jongen, zie je toch? Of niet? Mevrouw, welke haar heb jij? Ik vind die heel mooi. Ah ja, dat weet ik niet. Je moet die van haar hebben, dat is ook mooi. Ja, dat is deze. Toch? Nee. Nee. Zeker niet. Hé, hey, waar koop je een auto, man? Je hebt hele mooie ogen. Waar je een auto koopt, moet je eerst je rijbewijs halen. Je hebt deze, ja! Nee, er staat hier iemand met een hele mooie jeep. Nou, wij gaan er weer vandoor. Fijne dag, Mila. Hey, jojo. Geen moet tenminste een lift naar die ene rijbewijscentrum ding. We hebben ook taxi. Die doen dat maar met die kost duur. Plezier. Kost valt mee. 750 valt mee. Mag ik content creator hier zijn? Ik heb 1k abonnees. Wat? Ik heb 1k abonnees, dus ik mag toch content creator zijn hier? Wij werken niet op die manier. Oh, hoe dan? Nou, als iemand normaal en leuk roleplayt hier in de stad. Dat ben ik. Hé, hey, mevrouw. Voor meerdere keren. Ben een heel lief meisje. Mevrouw. Ja, wat is er? Hoeveel geld heb jij? Genoeg. Laten we daarop mag houden. Mag een beetje. Ongeveer. 1 miljoen? Mag ik lenen? Nee. Oeh, dit is ga... Maar in ieder geval, maar als kan je bij de server, kijk, als ik goed content create, kan dan zo staan, dit wordt mede mogelijk gemaakt door West Gaming 123. Is goed, jongen, eerst meer abonnees. Maar, wat wij doen qua content creators, streamers vooral, doen we streamer rank geven op de Discord. Dus als je op de Discord zit en, zo, wacht heel even hoor. Ik heb wel een mooi karakter. Ga weg, Wesley. Zij erg leuk roleplayt. Ja, dan willen we diegene wel eens een streamer rang geven. Maar dan moet je meerdere keer op een leuke manier moet je roleplayen. Dus ja. Bent u een paardenmeisje, mevrouw? Hoezo? Gewoon, komt zo'n bekend stem over. Niet echt. Sorry. Mevrouw, hoe gaat mijn trui normaal? Want anders zie je mij... T-shirt aanpassen. Staat volgens mij op 14. Oké. Okay. Ik wil deze bril afdoen, want deze is... Oh, hier. Mag ik u hem nu lijkt op een heks. Mag ik om advies vragen? Zeg het eens. Hoe verdien je heel snel geld? Ik lijk meer op een man, ik vind het niet leuk. Wel legaal, wel dan moet legaal. Je het gezicht veranderen, maar hoe verdien je snel geld? Pizza bezorger. Slager. Mag je met een eigen auto doen. Moet je wel eerst je rijbewijs halen. Wat gebeurt er? Maar sowieso, het eerste wat je het beste kan doen is naar de jobcenter gaan, daar een baan nemen. Want dan krijg je sowieso al per 7 minuten meer uitbetaald. Ja, maar kun je ook zonder rijbewijs rijden? Nogmaals? Kan je zonder rijbewijs rijden? Kans dat politie je aanhoudt. Maar van welke hoofd heeft u? Geen idee. Karel Wesley, je lijkt op een man. Dit is een goeie. Ja, zo'n goeie. Ja. Maar in ieder geval... Volgens mij is je t-shirt nu nog steeds niet goed. Bijna.
bijna. Maar heeft u een auto? Ik heb wel auto's, alleen ik ben op dit moment in dienst, maar ik zag dat jullie hier bezig waren, dus ik dacht ik kijk even bij jullie. Kijk, het is misschien een raar vraag, maar kun je ook een grotere kont krijgen in deze game? Nee. Oh, oké. Kunt u me lift maar geven? Per broek verschilt dat hoe het eruit ziet. Dat zijn de textures van de broek. Oké, maar in ieder geval, dan wens ik jullie verder succes. Dan ga ik weer verder met waar ik mee bezig was. Ja, met de ambulance, politie en de ANWB tegelijkertijd. Nee, ja, nou, soms heb ik wel het gevoel dat ik een politieagent ben, ja, maar dat heeft met iets heel anders te maken. Illegale dingen. Mag je nummer misschien? Nee. Ah, jammer. Maar in ieder kijk, geval... Kijk, ik moet de auto wegsteken, kom. Oké, doei. Fijne dag. Veel plezier. Veel succes met hem. Dankjewel. Hij gaat mogen. Kan niet, jongen. Hij zit toch op slot? Oh, laat maar in. Wacht, moet je even wat harder zetten. Oh, Wesley, jongen. Is goed, kom, ga naar mijn marker. Oh, dit is van de ABB. Oh shit, sorry. Ik hoef geen binnen, hè. Ik weet niet. We moeten eerst kom rijden bij. Sorry, meneer. Hey. Waarom deed je dat? Dat was ik niet, hè. Ik weet niet, ik was een beetje kleurenblind. Ik dacht dat het een taxi was. Oké, hoi. We gaan dit regelen. Okay. Oh, ja. Mag ik die auto misschien kopen? Is niet mogelijk. 100.000 miljoen. Dat heb je niet eens op de bank. Ik wel. Nou, laat maar eens zien. Oké, ik wil hem daar, ik ook daarboven en ik kan zo naar beneden vallen. Dat is ook... Ja, maar dat ik kan ook met een andere manier betalen. Ja, maar daar zijn we niet voor. Hè. We 50 zijn... euro. Nee joh. Je zei dat 100.000 miljoen. Mag ik dat vragen? Ja. Kan ik een lift krijgen? Nee, want ik ben geen taxi. Ik ben de AMB, zie je dat? Oh, we luisteren staan, meneer. Oeh, la la. Maar je hebt wel een rare stem. Transgender, man. Ja, dat merk ik, joh. Wesley, hey, maar kom. Wat doen jullie, jongens? Dit is toch niet normaal, joh. AMB een beetje lastig. Zijn jullie niet, helemaal joh. Gek geworden? Doen we niet. Doet hij. Stop die hard in mijn kont. Ik ga weg, doei. Laat hem weg. Wow, joh. We kunnen auto nakken. Deze RS6. RS3, ja. Ja, we kunnen niet stelen. Kom, we gaan gewoon... Wacht, moet de auto halen. We snippen hier een startauto. Haal het ook neer. Het is een auto van Mans. Zij hè? Een auto voor ons. Wat wil je hebben? Een auto. Ja, nee, maar wat rij je het liefst? Audi RS6. Ja, ik rij jou het liefst. Ja, dat snap ik ook wel. Maar ik heb gewoon een vrouw en kinderen, hè, maat. Kan niet. Oh. Ik wil gewoon een autootje maken net te duur dienst. Nee, maar zeg maar een beetje de snelheidsklasse bijvoorbeeld. 180 km per uur. Dat is wel een beetje langzaam. Maar even yo, kijken hoor. Man. We hebben gewoon een auto nodig, heel snel. Ja, doe maar niet, je zit aan ABB lastig te vallen, man. Nee, ik dacht dat hij met een vriend was. Nee, ja, ik wist niet dat hij aan ABB was, want die kleding maak me niet gek, hè? Die kleding is wel heel raar bij hem. Maak me niet gek, hè? Hé, maar ze lopen in een passive mode, man. Ik kan ze niet dragen. Nee, dat heeft iedereen, ouwe. Echt? Ja. Maar ik kan jou... hoe kan dat? Heb je misschien een Ford Fiesta voor ons? Nee, klopt. We hebben net proberen een OV'tje te doen, maar dat kon ook niet. Heb je misschien een Ford Fiesta voor ons? Ik heb geen Ford Fiesta. Heeft hij misschien wat geld? Nee. Ik kan ook echt niemand schieten, ouwe. Kan ik misschien dus andere geld betalen? Ik heb geen auto's en ik heb geen geld. Hey, Quinten, jongen. Maar hoe kan dit, man? Hoezo heb je heel de server dat, ouwe? Dat is iets 5M ding, ouwe. Wes, kom. Ja, kunt u misschien brengen naar de car dealer? Naar de car dealer brengen, alsjeblieft. Ja. Kan ik je niet doodslaan? Kan ik mee? Wacht. Jawel, hey, dat kan wow. Mij. Waarom word ik meegenomen? Mag ik meegenomen? Slaan?
Ik had ze erg neergeschoten. Zal het überhaupt een 5M probleem zijn? Hm? Maar kan je dat ook uitzetten of niet? Zal het überhaupt kom naar de card dealer. Wesley, kom, kom naar de card dealer. Waar ben je? Ja, hier, ik weet waar die card dealer is, kom. Hey, ken je die ene? Dat is, ken je die ene van voorkant? Nee. Van die meisje, ken je die niet? Nou man. Echt niet, je moet zo meteen opzoeken. Voorkant YouTube Funny Moments GTA 5. Niet die, die hij is al een beetje oud. Hoi, ik word beschoten. Ik heb 7,5 contant. En 15k aan mijn bank. Stop, 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 stop alsjeblieft. Stop, 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 stop. Het was een leuke server. Kan ik even snel meerijden zo laatst tot het eind van de straat? Ja, ja, ja. Kunnen we meerijden, meneer? Kunnen we meerijden, meneer? Wat? Kunnen we tot het einde van de straat meerijden? Nee, ik ben nog steeds geen taxi. Eventjes, jong. Ik hoor hem niet, hoor, hoor jij hem wel? Ja, ja, ja. Wacht even, dan doe een slash acid. Meneer, hoort u mij? Waarom? Ja, dan kan je zitten. Oh, ik zit. Nee, slash acid. S-I-T. Dan kan je zitten. Je is geen geldige comment. Ik zit. Ik stap wel bij je. Gewoon even naar de auto die lastig kan. Nu, je bent heel knap. Ik ben zo maar ik zit jou gelet of dat lastig kan. Alsjeblieft, kan je me... Alsjeblieft, winkels daarin. Alsjeblieft. Nee, andere kant. Oh, ik stap uit. Huts. Wesley, kom. Wesley. We zijn er bijna. Komt goed. Dit is echt grappig, man. Wie koopt een auto eigenlijk? Ik koop wel. Oh. Is Koshen nog in de chat? Mhm. Denk ik. Koshen. Hey Koshen, ken je die ene video van Anna van van Voerk aan YouTube? Ik zie de autodealer. Waar? Daar verderop. Kut, ik loop helemaal verkeerd. Ik ga taxi bellen. We zijn er bijna, letterlijk. Ja, hij is er. Wesley, je moet letterlijk gewoon naar die ene autodealer ook in gewoon in Outside. Oké. Bij Outside kan ik niet zijn auto kopen. Als ik naar die auto dealer ga, kan ik niet zijn auto selecteren. Er zijn allemaal andere auto's. Ze hebben nu zo'n Citroën toegevoegd. Ja, hoor, ik kom ik moet hier helemaal rechtdoor. Wacht, dan moet ik zo lopen. Wow, deze Mary. Hallo? Ik moet helemaal omlopen. Hey, hoort u mij? Hij hoort me niet. Hallo. Press S to menu. Je moet even. Wesley, we moeten eerst een rijbewijs hebben. Oh fuck. Ik ben wel een taxi. Mobielfoon. Advocatenbureau. Taxi. Stuur bericht. Autodealer. I need taxi. Kan ik hem niet bellen of zo? Frieten. Niet toe. Oh, hoi joh! Oeh. Waar moet ik rijbewijs halen? Hier? Rijschool. Ja, ik heb die rijschool. Ik bel taxi, ja? Ik heb ook al gebeld. Waar ben jij? Ja, advocaat stripclub. Huh? What the fuck? Advocatenbureau strip. Nee, misschien kan ik werken bij een stripclub. Hallo? Oh, zit niemand in deze auto. Tvo, hij zit op slot. Tvo. Ook op slot.
Heb je zo via bericht een taxi gebeld? Ja, ik kan niet. Locatie? Nee, locatie. Oké, doe wel. Ik deed auto dealer. Messages, nieuw. Voor nummer 1. Ze doen er wel lang over, man. Je kan letterlijk niemand bellen. Ik ga even die Anna weer bellen. Ik ga die stripclub bellen. Of hoe dikker. Slash. Hey. Yeah. Niemand neemt op. Best, ik kon gaan lopen, ik heb geen zin om te wachten. Hé, hey, wacht! Flikker. Ik kon gaan lopen, ik weet waar het is. We krijgen wel eens geld hoor, ik zeg eerlijk, is geen slecht ding. Als deze server beter gaat dan Outset, dan ga je dan hier blijven? Ja man, ik vind deze sowieso wel leuker. Ja. Nu moeten we nog weten waar de drugslocaties zijn en zo. Ja, eerst moeten we een rijbewijs hebben. Er spant ook nergens een auto of zo, hè? Waar is het ook weer? Oh, we zijn er bijna, joh. Ik kan niet meer zo snel rennen. Ja, ik ook niet. Kortje, zou ik deze server blijven of Outset, man? Ik schrik, deze is wel leuker. Maar hier zijn die staf ook aardiger, hè? Ja, en die oude Zuid is als dat in chagrijnig. In Outset zei ik tegen die staf toen ik ruzie had. Ik zei, ga me revive geven. Toen werd ik een week geband. Nee, iemand zo'n klein jongens met een Lamborghini ging zeggen. Hé, jij moet je auto veranderen. Jij moet. Die agenten gaan me alleen maar achtervolgen, hè? Niet normaal. Vandaag ben ik al 8 keer staande gehouden en elke keer vloegde ik. Ze zijn ongekoud of slecht, die agenten. Kijk maar, Louboutin. Oké, we zijn er bijna. Het is hier. Eindelijk. Ik ga echt gek worden als het 5000 kost. Ja, deze server. Ja, kost je ook deze server. En deze staf is ook aardig. Ja. En het zijn niet alleen maar van die Skyfinny-mogeltjes. die kijkers van hem. Nee, het zijn ook niet echt van die echt, mensen. Al die kijkers. Echt, ik word gehaat in die server, man. Of ze kennen mij, of ze gaan zeker de stream zappen. Zeggen, wes. Geef me geld. Mm-hmm. Of het is alleen maar... dat er veel RP is en zo. Rijtest, 500 euro. Okay. Oh, examen moet je eerst doen. Of theorie, dat is makkelijk. Maximaal, oké. Rijden dan is 125. Voordat je baan verwist, moet je... Deze heb ik al zo vaak gedaan met mensen. Een voetganger heeft... Als je mijn stoplicht rechts afslaat, met mijn zeven doe je passeert. Moet gewoon even verbod over. Heeft een verboden. Wesley? Ja. Een voetganger heeft een verboden over de steek. Oh, ik had het signaal. Ik had er volgens mij van je laat hem passeren, dacht ik. Oké. Wat is toch zo? Neer wordt al. Oh, wacht, zijn snelheid verhogen. Zo. Zijn het passeren van een andere voertuig. Wat is toegestaan bij het passeren van een andere. Wesley. Ja. Zonder één of enige voorgaande aanwijzing is de snelheid in een woonwijk 50 km per uur, toch? Oké. Welke alcoholgehalte in het bloed wordt gecheckt? 0,08 dacht ik. 0,08. Jee, ik heb het gedaan. Oh, ik moet nog 2. Wacht maar, dan gaan we samen. Als je stoplicht rechtsaf gaat, maar je moet de zebra. Wow. Als je bij een stoplicht. Wat? 5000 euro. 2500 euro voor een auto. Hm? Als je bij een stoplicht rechts afslaat, maar je hebt een zebra. Wat gaan we doen? Vrachtwagen of auto? Auto. En een zebra passeren. Oh, hey, wat doe je dan? Je passeert. Als je bij een stoplicht. Wat had je daar?
Als je bij stoplicht rechts afslaat, maar je... Maar met de zichtbord. Laat het passeren, volgens mij. Oké. Zo. Je rijdt op het snelweg met maximaal 120 km/u geeft. De meeste rond 120 km/u. Dan rij je 120 km/u. Wanneer kun je doorrijden bij een verkeerslicht? Als het groen is. Rij. Wesley? Ja, wacht, nog één vraag. Ik ben nog bezig met die examen, oké? Oh, als je 80 km per uur rijdt in een woonwijk nadat, dan doe je het volgende. Huh? Oh, kut, het was 80 km per uur. Heb je niet gehaald? Oh, wacht. Je... Question, is die radio wel toegestaan of niet? Oh, je hebt test goed uitgevoerd, lekker. Oké, nu ga ik die andere doen. Je bent geslaagd, hè. Nu ga ik die auto doen. Voor de benzineverwerking moet je toch vrachtwagenrijbewijs hebben, lijkt mij. Nee, maar je zei dat je een eigen auto kan doen. Dat is hey, op caps, daar hou je die snelheid aan, dus dan ga je niet harder, dan hou je makkelijk. Caps lock. Oké, op snelheid moet je dan? 120. Wacht je op mij. Oh nee, ik ben al bezig, man. Bij die Oud-Zuid, hè? Ik heb dit al vaak gedaan, Oud-Zuid. Ja. Bij Oud-Zuid, hè? Toen had ik, hoe heet het? Dus die examen gedaan. Ja? Had mijn auto geen benzine meer, moest ik in zijn achterrij. Oh ja, dat heb ik ook vaak, dat is echt kut. Echt helemaal aan het einde. Kut, snelheidslimiet overtreden. Weet ik veel wat snelheidslimiet is hier? 80, dat zie je voor. Waar, bij het begin? Ja, het was bij 50 of zo, toch? Yo, welkom mensen. Ook een rijtje snel. Oh, 85 toch? Nee, 80 man. Huh, de interieur switcht. Fuck. Hey, is muziek toegestaan of is het copyright? Het ligt aan, ja, meestal copyright. Oh, wauw, rip. Maar gaan we een eigen auto kopen en dan een slager worden ofzo? Wat zeg je? Gaan we slager worden? Ja, kan. Want kom met je eigen auto, toch? Ja. Het is wel goed aan het Oud-Zuid dat je wel gewoon een custom vehicle hebt. Nee, in Oud-Zuid heb je geen custom vehicle. Wel bij rijbewijs, hoor. Ik kreeg een Volkswagen. Yo, thanks, my question. Och, Nightbot doet het niet. Oh, je hebt wel daar maar. Thanks, question. Ik ga om 3 uur even naar de winkel toe en dan kom ik daar nog terug, ja? Goed. Hoeveel kijkers heb je? 6. Ik heb hem ook aanstaan. Thanks, man. Ik heb al 3 fouten gemaakt. Jij mag geband bij je stream, hè? Jij mag geband bij je stream. Wesley. Ja, ik hoor je heel zacht. Jij hebt mij geband bij je stream. Oh, dat heeft mijn mod gedaan waarschijnlijk. Ik unban wel. Ik reed letterlijk 80 en ik rijd snel. Kunnen we deze auto niet gebruiken als auto gewoon om rond te rijden? Nee, zometeen? Denk ik niet. Ik weet het zeker. Ik ben er. Oh nee, die auto gaat weg.
ga dan even naar die autogarage. En dan ga ik een auto kopen, ga ik jou ophalen. Ik heb hem bijna gehaald. Het is bijna gewoon hetzelfde server als Oud-Zuid. Mm-hmm, alleen chillen. Met de dingen van de snelheid en zo. Ja. Wel iets slower. Heb je hem al gehaald? Ja. Ik ben nu naar de auto die aan het lopen. Daar zijn ze weer. ANWB heet langs, alweer. Och. Wesley. Ik heb hem gehaald, finally. Ja? Waarom kan je niet teleporten? Weet niet. Doit. Kijk, autodealer. Is dat dichtbij? Op zich. Via wat stream je? Hoe bedoel je? Je streamt toch maar via wat? Streamlabs. OBS? Ja. Streamlabs OBS. Goed. Ik ga. Nee, laat me instappen. Kunt u mij even licht geven naar de auto-overslag? De dealer. Meneer, kunt u mij brengen naar de auto dealer? Deze meneer toch wel? Kijk, ben er. Oh, deze Audi. Mag hij vrouw mishandelen? Oh, joh, kusje. Hij is zo mooi. Nee. Fuck, denk jij dat je aan het doen bent? Nou, dat mag niet. Ja, ik wil kijken of ik erin kan. Ja, dat is niet de bedoeling, hè? Dat is niet jouw auto. Oké, oh, ik van de politie ben. Hou weg. Kijk, waar is de auto op auto kopen? Oh, daar, zo. Oké, wat voor auto's kun je kopen? Echt helemaal niks bijna. Het is gewoon eens een keer een auto hadden en dan gewoon dat te werk doen. Precies. Wacht, welke auto? Maar die stap is wel aardig, man. Ja. In de outside krijg je lekker goed de mond. Maar dat is nog een staf, hè? Dat is erger dan staf, zei ze ooit. Weo, weo. Mercedes S500. Wow, deze is dik. We kunnen een pick-up kopen, maar wel een shikeren. Oh, ik doe helemaal verkeerd. What the fuck? Je hebt ook andere kant van de auto's, hè? Volgens mij twee kanten, dacht ik. Ik wil ook pas naar rechts klikken. Audi. Oh, kost nou een dikke Audi's. We gaan grinden. Ik ga denk ik gewoon skeren. Ik ga deze Ford Mustang of zo. Waarom zijn ze zo duur, jongen? Want 5, hè? Ik ga deze kopen, man. Ik ben er bijna. Of Volkswagen Polo, kan ook nog. Die had ik eerst ook in een andere server, die is wel chill. 20.000. Kan je daar pinnen? Te veel. Deze auto's zijn duur. Yes. Als we gewoon geen gezag op deze server krijgen, kunnen we misschien content creator rank krijgen. Doei, you have geen, you don't have enough money. Oh, moeten we pinnen. Dan moet je pinnen, je moet contant hebben. Waar? Waar heb je een pinnen? Kijk, als goed daar. Die is duur, kostje, man. Oh, deze. Oh, ik ken deze Audi. Ja. U8. Hier, top. Hoor je Audi RSQ7 voor de steringdek? Hé, maar we moeten even een pinautomaat hebben, man. Ik zie het hier binnen. Nee, denk het niet. Ik ga eens even voor een auto kijken. Ik ga
even snel binnen aan het zoeken. Oh ja, hier is toch vlakbij. Wat is dit? Hoeveel heb ik contant? Oh, 4,5. 20k dacht ik. 4,5. Oei, we krijgen 225 nu al. Ja. Aan het begin, zelfs aan het begin. Hey, kun je misschien brengen naar pinautomaat? Waar? Hey, Camille, er is wel een pinautomaat bij die elektrische kast, zegt ze. Oh. Dat is blitz. Opnemen. 9850. Opnemen. Waar is die? Storten. Waar? Hoeveel geld heb ik op mijn zak? Waar staat dat? Of 2. Ik heb 10k in totaal. Nou, oké, wacht. Ik ga even alle... Kijk, die bij die elektrische kast daar. Dat is een pinautomaat. Oké. Vingerafdruk. Storten of opnemen? Opnemen. 16 3D 0. Opnemen. Uitlog. Hoeveel geld heb ik? Ik heb 20.000. Is het ergens een goedkope auto? Oh, je kan ook een Vespa halen, een scooter. Hoor je? Ik ga denk die Ford. Een motor, 4,5k. 4.500. Oh, er is een motor, 4.500, zo nice. Honda. Is niet de goedkope Honda? Oh. Daarom moet die ene motor aanrenken. Oh ja. Mitsubishi, dat is allemaal dure auto's, maar misschien. Wacht, een Peugeot C207. 18.000. Waar? Bij overige. Overige. Ik had denk ik deze halen, man. Welke? 207 voor zo'n... Oh ja. Ik heb hem gekocht. Ik ga ook halen, denk ik. Maar ze wordt steeds duurder. Toyota Supra. Hoor je kost je in jouw lievelingsauto, volgens mij. Kijken bij Volkswagen. Polo. Zijn er geen andere Volkswagens? Kut, ik moet helemaal weer terug. Wacht op mij, dan gaan we samen naartoe rijden. Shot. Kijk, overig. Okay. Ja, toch die 207 gehaald? Ja. Yeah. Dus 207. Ja. Kopen. Je doet huh? Even nog money. Je bent verbannen? Ben ik zo? Hoezo? Oh nee, Hugootje, laat maar. Wacht, Hugootje is toch een YouTuber of zo? Ja, toch. 18.500 heb ik niet genoeg of zo op zak. Omdat kort net het leuk navond en ik ook. Dus ik dacht, oké. Ik ga vast naar die slagen of zo toe. Oh, ik heb maar 10.000 op zak. Oh. Ja. Je moest alles doen. Ik had al iets gekocht dan vroeger waarschijnlijk. Oh, je hebt niet meer. Wacht, ik koop wel eens een keer een motor. Korsen, kijk, heb je een boer's auto. Ik heb 7 kijkers, maar ik heb niet. Waar was je motor? Moet je ook benzine kopen? Is dat duur? Nee, dat is heel goedkoop. Dat. Ik koop even een goedkope motor. Ik heb geen motorrijbewijs, maar weet ik niet. Hm? Waar ben je? Bij die garage, parkeerplaats. Hallo. Hoe heet die auto? Ja toch, is gewoon mooi. Wil ik even mijn helm op doen.
Even kijken, waar is er? Is er ergens een omkleedding of zo? Waar moeten we naartoe? Uitzendingbureau toch? Nee, refine olie, wat? Even kijken bij die oliedingen. Dat is toch benzine? Deliver gas, drill olie. We moeten even naar drill olie toe. Helemaal aan het noorden. Hé, hey, wat is hier gebeurd? Nou, dan denk ik dat ik u dood moet verklaren. Waar ben je? Ja? Wacht, bij die uitzendbureau. Ja. Hij was niet zo hoog. Je hebt toch al die baan aangenomen? Ja. Welke? Ik heb denk ik alleen mijn benen Die oh, we gingen slagen doen natuurlijk. Ja. Die is ambulance. Ik weet het, die auto wel opgesloten, hè, met de L als het goed is, of U. Oh, te laat. Ik doe even snel. Werkloos. Slager. Wesley? Ja, met U doe je hem opgesloten, ja. Oké, U. Ben je slager nu? Ja, ja. En dan kun je ook als het goed is met Y dingen in je kofferbak doen. Waar moeten we doen? Dan moeten we kippen slachten, hè? Ja. Slager. Ben ik nu slager? We moeten naar Butcher Locker Room of zo. Oh, daar moeten we omkleden. Maar stel dat je daar met je hoeft niet per se met die bedrijfsauto, hè? Dan ook gewoon met je auto. Met ja, ik weet. Maar je hebt geen auto, hè? Ja, ik kan hier ook koffer. Je hebt als goed ook kofferbakruimte in. Hey Jimmy, wie ben jij? Oh. Ukrek. Het voertuig kan niet niks opslaan. Ah, oh, kutzooi. Ik moet alles in jouw kofferbak gooien. Is goed. Even kijken. Oh, dat is hier beneden. Oh, in de auto was ik ook vroeger slager. Wacht. Ik ga wel even eerst een benzinetje voor gooien, man. Ik moet mijn chest even leeg. Mijn cash leeg. Shit ook heet. Hoe ga je ik heb heel veel lags bij, dus moet ik even legen. Hey man, hoe moet je tanken? G, als het is. Nee man, hij doet het niet. We moeten uitstappen. Oh, E is het hier. E. Hoe die prijs is hoog. Hoeveel? Hoe is dat duur? Oh, maar hij laat een stuk sneller. Dat is een realistische prijs. Ja, klopt. Dat is wel mooi in deze. Alleen die autoprijs moet ook realistisch zijn. Oh, ik heb geen geld meer. Ik heb maar 59 euro contant. Ik heb wel volle bak nu. Oh. Ik wil echt politie tegenkomen. Ik wil echt aangehouden worden. Eerlijk? Ja, het is wel leuk als we bijvoorbeeld staan worden gehad. Want dan, ga ik dan krijg ik waarschijnlijk een boete omdat ik op een motor rijd, omdat ik die rijbewijs niet heb. Maar wat moet je hier doen dan? Bij die chicken loop ding of zo? Omkleden, dacht ik. Oh ja. Hoe hard gaat jouw auto? 150. Ik heb nog niet echt helemaal vol kunnen uittesten. Opeens verandert die dagkleur. Werkkleding, clothes. Oké. Oh, ik moet in de vehicle zitten. Gaan we jouw auto of? Ja, is goed van. Kan ik deze op slot doen? This is not your vehicle. Waar? Or you must be... Huh? Ik heb deze auto... Dan kan je een auto huren. Nee, je moet met een vehicle hier staan. Hè? Huh? Je moet met een vehicle hier staan of zo. Er staat, this is not your vehicle. Or you must be a driver. Wat moet ik doen? Nee, dat hier kan je zo'n bedrijfsauto doen, maar dat hoeft niet per se. Jawel, want ik moet... Ik kan niks doen. Nee, dat maakt uit. Of hier. Waar kunnen we kippen slachten? Wacht, een vehicle zo. Oh, wacht. Ik weet al wel wat ik moet doen. Wacht. Delivery point. Oh. Wesley, je moet een auto pakken. Oh.
Huh? Fuck. Wat heb ik gedaan? Waar ben jij? Ben je niet druk? Ja, waar? Ik zie jou niet. Hier. Waar hier? Ik zie jou niet. Oh, daar. Waar moeten we heen? Zie mij? Waar moeten we heen? Helemaal in het noorden. Wat gaan we daar doen dan? Kippen halen. Oh, je lijkt bij mij ofzo. Wacht, doe eens even snel waypoint. Schoon dat je hele snel wil gaan rijden. Ja, maar ik moet even voor de zekerheid. 7 miles. 11 kilometer. Hoe doe je toeteren? Hey. Deze ding gaat wel snel, zeg je eerlijk? Oei, jij gaat sneller dan mij, wat de fuck? Oh, ik heb mijn auto niet op slot gedaan. Moet ik dit? Kan het vanaf hier? Als je nu 50 zijn, dat is chill. Ah! Waar ben jij? Ja, ik sla bijna naar links af. Oh, ik moet nu links afslaan. Oh. Oei, ik moet echt mijn kersen even een keer legen. Dat is echt een paar maanden geleden dat ik dat heb gedaan. Moet je legen? Hè? Wat moet je legen? De kers heet dat. Wat is dat? Zo, ja, waar je al die meldingen krijgt en zo. Wat dan? Dan heb je geen lag meer. Oh, leg me zo uit, want ik ben zo'n beetje echt leuk. Mag ik water moet ik een beetje. Ik heb nu alleen caution als moet, dat is een beetje even te veel tot nu toe goed. Ik heb niet echt meer nodig. Ik ken hem niet. Lekker. Ik krijg een 150. Ik doe wel, over een half uurtje ga ik even boodschappen doen, ja? Shit. Even eten halen. Ik ken hem niet. Lekker. Wat moeten die chickens doen dan? Ben je er al? Nee, maar wat moet ik daar doen dan? Dan moet je kippen pakken volgens mij en dan in je auto doen, oh, dacht God. Ik. Yo, ach, kijkers, welkom man. Allemaal. Ik val door de map heen. Echt. Kut. Dan word je waarschijnlijk automatisch op de grond gezet. Ik ben weer. Dus eigenlijk gewoon heen en weer rijden. Wesley. Het is een slom dit. Ja. Oh ja. Dan moet je. Nee, je kan een kip in je kofferbak doen volgens mij. Waarom pakken we dan een auto? Ik weet niet, want volgens mij moet dat. Want als je hem wilt inleveren dan. Ja, klopt. Kut, ze mijn motor rookt. Hoe dan? Hoe krijg je dat voor elkaar? Ik wil... Mobiele telefoon. Kan ik gaan ANWB bellen? Vul nummer in. Maar 3 maal. Scan hem niet. Ik ben echt bang dat er ergens in een bosje politie zit ofzo. Kan dat? Wat? Kan er gewoon random in de bosjes politie zitten? In de bosjes? Mm-hmm. Je kan in de bosjes zitten, ja. Maar politie? Oh, ik ben gecrashed. Oh, nee. Oh, weet je wat ook grappig is aan politie, maar dat is niet leuk. Nee? Kan ook politie worden, hè? Hoe dan? Via Discord moet je dan solliciteren. Ah. Oh. Ik kan ook zo'n staatje voor jou doen, hè? Ambulance lijkt me leuk. Nee, ambulance is niet leuk. Nee, niet. Was vroeger ook. Politie is wel leuker. Dan kan je achtervolgingen doen en zo, dat is gewoon kouder leuk. Klopt. Oh, besef als we dan live gaan, hè? We gaan waarschijnlijk echt veel mensen kijken. Huh?
Zou ik solliciteren voor politie zo? Kan. Ga jij dat ook doen? Kan. Wat zeg je? Ik weet niet hoe, maar oké. We moeten volgens mij een Discord server joinen. En dan staat er ergens sollicitatie, denk ik. Ik ben er bijna. Ik ook. Hoeveel kilometer moet je nog? 0,60 mijl. De richting aanwijzen doet niet bij deze ding. Nee, ik krijg kalord. Nee. Oh, ik lek echt, man. Wat is dit? Ik ook. Want het ligt... Kut, sorry, mijn fucking auto is kapot. ANWB. Nog een keer tegen een pionnetje. Waar is die nummer van ANWB? Bij je telefoon? Ik ga een Twitter zeggen. Oh, yo. Deze lek. Wat is dit? Waarom lekt hij zo, ja, jongen Wesley? Ja, dat moeten we onze cash legen. Hoe doe je dat? Ja, dat is echt zo hard. Mijn auto rookt ook. Ik geef bericht op Twitter. Help! Hans Anders, donder op met je. Hans Anders. Hallo? Oh shit, hoe kan ik assistent maken of help? / help. Nee. Taf. Fuck. Ik heb een levende kick, maar waar moet ik hem doen? In je kofferbak met Y als gedicht. Lukt niet. Hey. Hey. Ja? Die ene jongen die niet reageert. Hey vriend. Hey. Hoi. Waarom kan ik geen kip in mijn kofferbak doen? Dan moet je op I drukken. Of zo voelt die ook heet. I. Ja, Griekse E. Doet hij het niet? Waar sta je dan? Nu sta ik bij de kip, maar het is net stond bij mijn vrachtwagen. Ja, dat snap ik ook. Wat doet hij dan? Ah, ik zal dat ook wel laten zien. Is goed. Hoeveel kippen kan je meenemen? Oh, dat weet ik niet. In mijn auto pas. Met wat voor auto's in hun gegaan? Iets van 4500, dus. Wacht, wat? Met welke auto's in hun gegaan? 4500. Jezus. Hij is met zijn eigen auto gegaan. Kijk, hier staat mijn vrachtwagen. Ja, je moet hier staan en dan op Griekse E drukken. Oh. Doet hij het? Ja, wat man. Wat doet hij? Thanks. Wat moet je doen? Oh, hij legt me uit hoe het moet. Oh, dat zo, met die kippen. Ja, dat dacht ik al. Maar, even kijken, Google. Even kijken, Discord. Hoe heet deze ook weer? Maasland. Yep. Oh, mijn benen. Ik ga de Discord joinen. Join Discord. Maasland RP. You're banned from this server. Ah, nee. Doe mee aan Maasland RP. Welkom, kanaal. Inwoners. Oh, mijn benen doen pijn. Wow, yo. Informatie. Download. Ik ga ook even naar die Discord joinen. Ticket. Maar mijn auto rookt ook, man. Oh. Dat we mochten dat ticket is. Waar kan je een ticket aan maken? Maasland, toch? Wesley. Ja. Maasland, toch? Ja.
Moeten we ergens uitroepteken accepteer doen ofzo of iets? Geen idee. Welkom kanaal, inwoner. Oh, een moderator. Oh, je moet eerst een rank inwoner krijgen. Hoe dan? Weet niet. Hoe krijg ik mijn avondzatje inwoner rank door? Komen van zo. Doe het dan. Wanneer? Je weet wel dat je ook kippen moet slachten, inwoner. Hè? Heb je tegen mij? Ik zit te kijken waar dat staat. Heb je tegen mij? Welke regels zijn? Moet je eerst kippen slachten? Oh, moet je ook eerst kippen slachten? Hoe doe je dat? Oh, hier. Ik kun je nu vragen waar. Weet ik weer hoe je. Hoe die Discord server werkt ofzo. En hoe ik bij de taxi. Geslachte kiep. Hoe werkt dit? Ik ga even kijken bij Discord. Ik stuur me die linkje door, oké? Wesley. Ja. Stuur je linkje door dan. Je moet gewoon op Google zoeken Maasland RP Discord. Ja, maar er is iets met Discord aan de hand of zo. Oh, wat is het? Ik weet niet welke. Inwonerverzoek. Oh. Bij inwonerverzoek, beste apenstaatje dakloos inwoner van Maasland. Officieel Maasland. Je moet eerst uitwerken. Hoezo? Kan ik inwoner worden? Join Discord. Doen mee. Hoe doe je dat, Wesley? Zie je dat staan of zo moet je uitnodiging accepteren klikken? Hoe doe je dat? Je bent al de Discord gejoined. Maar hier. Hoe moet ik dan inloggen of zo? Nee, je bent al op de server, ik zie het. Ben ik erin? Ik heb bericht gestuurd of zo. Oh joh. Inwoningsverzoek. Nee. Inwoner worden. Komma. Wij zijn. Streamers. Waarom is mijn GTA zwart scherm? Wij streamen GTA zwart scherm. Kut. Wat de fuck heet taxi? Hey, wacht, ik ga even naar de winkel toe, ja? Ik ben zo terug. Is goed. Camille. Ja. Ik ben zo terug, ja? Ja. Ik laat PC aan staan. Oei, ik sta op het bord. Tot zo. Zo. Mijn ding leest. Nee, alsjeblieft niet. Zwart scherm, het is dit.
heb een zwart scherm. Ik kan er niet uit ofzo. Wacht, ik kom zo terug. Ik ga iets halen. Ben we?